Hey hallo en leuk dat je kijkt naar deze video. Vorige keer keken we naar een kastje verrassing dat ik kocht in Oosterwijk op de radiomarkt. Maar er waren twee kastjes verrassing. Eens kijken wat hierin zit. Nou, dit is die dan. Er zit een mooi koelprofiel op. Wel een beetje kort. Zit vast met boutjes en moertjes aan de zijkant. En ook nog eentje in het midden. Verder het doosje. Daar zit zo'n tulpplugje aan met een stukje RG174 coax eraan. En nog twee lege gaatjes. Er zal ooit iets in gezeten hebben. Nou niet meer. Ik denk dat ik hem maar eens open maak om te kijken wat er in het doosje in zit. Nou, eens kijken wat er tevoorschijn komt. Hey, dat is verrassend. Dat is een power module. Een zendereindtrapje van Mitsubishi. En die zijn in de jaren 90 vaak gebruikt als zendereindtrap. Er is een hele serie van. In verschillende frequentiebereiken en verschillende vermogens. Ik weet niet wat er dit voor eentje is. Maar dat kan ik wel opzoeken. En voor de rest wat varkensneusjes. En twee trimmertjes. En dat is het eigenlijk wel. Ik hoop dat het ding nog heel is. Want ze zijn inmiddels ook redelijk zeldzaam geworden. Er zijn er wel wat van geweest, maar ze zijn inmiddels eigenlijk op. Wat mij wel een beetje verontrust, is dat de module rechtstreeks op het kastje geschroefd zit. Er zit helemaal geen warmtegeleidende pasta tussen. En dat had toch zeker wel gemoeten. En als ze het echt goed hadden gedaan, dan hadden ze in het kastje een uitsparing gemaakt. En dan hadden ze de module rechtstreeks op het koelblok geschroefd met koelpasta. Maar dat hebben ze ook niet gedaan. Dus ik hoop, want het ziet er een beetje krakkemikkig uit allemaal. Ik hoop dat de module nog heel is. Maar dat wil ik toch wel eens eventjes gaan testen. Anders zou het wel een hele mooie vondst zijn. Ik zal eerst eens even gaan opzoeken welk type dit eigenlijk precies is. Nou, de datasheet die staat gedeeltelijk op internet. Die zie je nu in beeld. En daarnaast staat de module ook beschreven in dit boek, UHF Unterlagen deel 5. Uit 1987. Hier op de rechterbladzijde, daar zien we de module met het schema erbij, hoe die aangesloten moet worden. Hier de foto, hoe dat die met een printje gebruikt kan worden. Hij blijkt te werken in de 70 centimeter band. Hij werkt in klasse AB, dus dat is voor enkel zijband geschikt. En tegenwoordig zouden we zeggen ook voor digitale ATV. Bij een vermogen van 50 milliwatt insturing zou er een vermogen van 17 watt uit moeten komen. Dat is een flinke versterking voor zo'n module. De kans dat die gaat oscilleren is daarom ook niet denkbeeldig. Dus de ingang, dat is het linkse pootje, die ga ik zo meteen afsluiten met 50 ohm. En dan is voorzichtig spanning erop zetten en kijken wat het ding nog wil doen. Ik heb de module uit zijn kastje gehaald en op het koelprofiel gemonteerd en de aansluitingen wat ingekort. Dit is het ingangssignaal. Dit is de bias. De eerste versterkertrap. Tweede versterkertrap en dat is dan de uitgang. Eens kijken wat er gebeurt als we er spanning op gaan zetten. Ik heb de datasheet opgezocht en de bias die zou nominaal 9 volt moeten zijn. Dus ik heb hier, als het goed is, 9 volt. Ja, kun je zien hier beneden, 9 volt. Die ga ik op de bias zetten en dan kijken wat er gebeurt. En dat geeft een stroom van 96 milliampère. Dat lijkt me wel goed. Hier heb ik de voedingskabel. De voeding die staat op 13,8 volt. En daarmee ga ik de eerste trap aansluiten. En dat geeft een stroom van 87 milliampère. Lijkt me ook goed. Zet ik de tweede erbij. Oh. Dit is de kortsluiting van de voeding. Dus de tweede trap lijkt kortsluiting te maken. Dit is goed. Dit is niet goed. Tweede trap maakt sluiting. De video die gaat nog eventjes verder. Want wat blijkt, de kortsluiting is niet echt helemaal een kortsluiting. Als ik de voedingsspanning terughaal naar 7 volt, dan loopt er een stroom van 180 milliampère. En dat valt op zich nog wel mee. Als ik de spanning verder ga opdraaien, dan gaat die stroom uiteraard ook oplopen. En dat kunnen we zien.
Dit is 8 volt, dat is 240 mA. 9 volt, 380 mA. 10 volt, 700 mA. Nou, vind ik een beetje veel worden, dus ik ga eens terug naar 9,5 volt. Nou, dit is 9,5 volt en dan loopt er in totaal een half ampère aan ruststroom. Dat is redelijk veel, maar het is geen kortsluiting. Dus eens eventjes kijken hoe dit uitpakt. De bias heb ik teruggezet naar 6 volt en de voedingsspanning staat nu op 9,5 volt zoals je kunt zien. Als ik er nou 1 milliwatt invoer, dan krijg ik een output van ongeveer een 400 milliwatt. Nou, dit is met 2 milliwatt erin en dan komt er bijna 1 watt uit. Dus hij is niet kapot, hij is ook niet in kortsluiting, maar hij heeft wel een heel laag rendement. Dus even kijken of dit ook inderdaad een goede output is, of dat er iets alleen maar staat te oscilleren, want dat zou eventueel ook nog kunnen. Zoals je ziet is het signaal netjes schoon op 435 MHz. En ook de eerste harmonische op 870 MHz, die is nergens te bekennen. Dus het is in elk geval geen oscillatie waar we naar zitten te kijken. Ik ga er nu 10 milliwatt in stoppen en eens kijken wat er dan uitkomt. En dan komt er 5 watt uit en er loopt een stroom van 2,5 ampère. Dus het rendement is niet geweldig, maar het werkt wel. En geloof het of niet, maar dit werkt dus ook. 10 watt uit bij 40 milliwatt in. En dan gebruikt hij iets meer als 4 ampère aan stroom. Daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze video. De module werkt, alleen niet volgens de specificaties. Ik denk dat hij ooit overbelast is geweest, een te hoge voedingsspanning of iets dergelijks. Dat er daardoor componenten intern zijn gaan verlopen en dat hij daarom dit gedrag nu laat zien. Om daar verder aan te gaan meten of te onderzoeken, dat zal heel erg lastig worden. Want je weet niet wat er allemaal in zit en je kunt er ook bijna niet bij om eraan te meten. Als iemand nog een idee heeft om er wat aan te gaan meten of testen, laat het dan weten beneden in de comments. In ieder geval bedankt voor het kijken naar deze video. En dan is er nog één slotvraag. Is het kunst of is het kitsch? Het is kunst. Absoluut. Tot ziens.